Hi en welkom weer terug bij mijn kanaal en bij deze nieuwe video. Vandaag is de derde aflevering van de serie Je chakra's activeren en stimuleren. Iedere week gaan we een chakra af van boven naar beneden om deze vervolgens te activeren en stimuleren door middel van edelstenen en door middel van een meditatie die iedere week is aangesloten op de verschillende chakra's. Vandaag gaan we dus hebben over de zonnevlechtchakra. De zonnevlechtchakra is een gele chakra of is een energiecentrum wederom in je lichaam en die de kleur geel bij zich draagt. De zonnevlechtchakra bevindt zich ongeveer ter hoogte van de navel. Nou zijn er hierover verschillende theorieën gaande, want sommige chakra leren zeggen dat de zonnevlecht onder de navel zit, dus meer hier. En anderen zeggen dat die meer hier zit. En dat is meer ter hoogte van je ribbenkast. Bijvoorbeeld met craniosacraaltherapie, de opleiding die ik volg, leren we dat het hier meer zit. Of ja, we leren niet echt dat het is niet echt aan de hand van chakra leer, maar het is wel dat we onze handen op bepaalde plekken op het lichaam neerleggen, waaronder dus het ademhalingsdiafragma, en dat is hier. En ja, hoe toevallig weer, daar zit dan ook een chakra onder. Zelf voel ik heel erg dat mijn zonnevlecht meer hier zit. Dus het kan gewoon, het zit meer in dit gebied. Ik geloof heel erg in dat bij iedereen wat anders kan zijn. Dus dat het niet bij ieder persoon op dezelfde plek zit. Maar dat je gewoon echt wederom bij jezelf even kunt voelen van, hey, waar zit het bij mij? Weet in ieder geval dat het in dit gebied kan zitten. Vanaf je navel ongeveer tot je ribbenkast. Dus waar die zich opsplitst. Deze chakra voelt heel erg als een vuur in jou. Dus deze chakra die zorgt ervoor, die geeft jou de energie om ergens voor te gaan. En dan heb ik het niet over de energie, dus de adrenaline kick die jouw wortelchakra jou kan voorzien. Jou kan voorzien van. Maar dan heb ik het dus echt meer over het doorzettingsvermogen. Dus je hebt zeg maar de drive, hè, de adrenaline gekregen om ergens voor te gaan. En dan op lange termijn wil je iets kunnen volhouden. Dus dat doorzettingsvermogen, daar is heel erg de zonnechakra of de zonnevlechtchakra op aangesloten. Wanneer deze chakra in balans is, dan zorgt deze energie voor wilskracht, voor een gevoel van eigenheid, eigenwaarde, voor eigenwaarde zit ook vooral in je hartchakra, maar meer inderdaad de wilskracht, het doorzettingsvermogen, het zelfvertrouwen om iets neer te kunnen zetten, objectiviteit, eigen kracht, discipline, daar moet je aan denken bij de zonnevlechtchakra. Nou, en als deze chakra uit balans is, dan heb je dus te maken met dat je of heel agressief bijvoorbeeld kunt reageren, of heel erg passief. Dus dat je echt alleen maar gewoon ergens voor wilt gaan, alleen maar bijvoorbeeld workaholic zijn. Dat is echt inderdaad, dan is die chakra echt enorm uit balans, want dan gebruik je de energie gewoon weg verkeerd. Deze energie zorgt ervoor dat jij iets kunt neerzetten, maar deze energie, of althans, ja, daar zorgt die energie voor, maar je misbruikt hem natuurlijk als je hem alleen maar gebruikt om te werken, want jij bent hier niet op aarde om alleen maar te werken en om iets neer te zetten. Dat is natuurlijk heel mooi, maar als jouw lichaam aangeeft dat het rust nodig heeft en dat je weer even mag terugtrekken, dan mag je daar ook naar luisteren. Dus echt alleen maar constant 24/7 werken en deze energie daarvoor gebruiken, hè, dus bezig zijn, dan misbruik je de energie eigenlijk. Of je misbruikt hem niet, maar je zet hem verkeerd in. Dat is een betere benaming. Dit is ook echt een hele erge chakra die gaat om dominantie en subassertiviteit, zeg maar, als die uit balans is. En dit is iets wat je echt best bij best wel veel mensen ziet. Of mensen zijn heel erg dominant,
of mensen zijn heel erg subassertief. En in beide gevallen is die dan eigenlijk uit balans. Dus als je subassertief bent en het heel fijn vindt dat alles, dat iedereen maar dingen voor jou regelen en dat jij dat er tegen jou gezegd wordt wat je kan doen, dan is die uit balans. Omdat je dan gewoon niet voldoende zelfvertrouwen hebt dat jij zelf ook dingen kunt neerzetten. En wanneer je dus dominant bent en alleen maar de leiding wil geven, dan wil je alleen maar de controle hebben en dan wil je niet. Dan sta je niet open voor andere mogelijkheden. Dan wil je alleen maar jouw mogelijkheid eigenlijk neerzetten en leiding geven. En dan ben je ook weer verstart geraakt, zeg maar, in het patroon en in de energie. Dus dan is die ook uit balans. Assertiviteit is gewoon eigenlijk een hele mooie energie van dat die in balans is. Dat je dus voor jezelf kunt opkomen, dat je genoeg zelfvertrouwen hebt. Dat je genoeg wilskracht ook hebt om iets neer te zetten. Of om juist te zeggen van, hey, dit is niets voor mij. Ik geef het uit handen. Aan die energie mag je echt gaan denken. Nou ja, dus gebrek aan zelfvertrouwen, hyperactiviteit, uitstelgedrag. Dat zijn dus allemaal symptomen, zeg maar, dat deze chakra uit balans is. En bij deze chakra horen natuurlijk ook weer edelstenen. Ik heb ook weer een edelsteen omgedaan, omdat ik van mezelf altijd vrij kalm en rustig ben. En ik wil jullie toch een beetje de energie laten ervaren, iedere keer bij de chakra's. En de energie die echt hoort bij de zonnevlechtchakra is toch echt wel die zonne-energie. Als je denkt aan de zon, dan denk je aan warmte, dan denk je aan geluk, aan een gevoel van zelfvertrouwen, aan een gevoel van drive, aan een gevoel van ergens voor willen gaan, weet je wel. Ja, dat. Wat ik nu om heb is een gebrande amethyst. En dit vind ik zelf, deze worden heel vaak verkocht als citrien. Is geen citrien, maar ik vind deze wel heel erg fijn, een gebrande amethyst. Gebrande amethyst geeft namelijk hele fijne energie af. Heeft nog steeds namelijk de energie van een amethyst in zich. Maar lekker met wat vuur, zeg maar. En wat drive, echt om ergens voor te gaan. Dus daarom vind ik een gebrande amethyst heel erg fijn. Niet iedereen is hier dol op. Nou ja, dat is met edelstenen. De ene edelsteen past beter bij je dan de andere edelsteen natuurlijk. Ik vind deze gewoon heel erg fijn. Heeft misschien ook mee te maken dat ik hem op Ibiza heb gekocht. Dus qua energie heeft hij volgens mij gewoon echt een hele hoge vibratie-energie in zich. Nou ja, maakt niet uit. Ik vind het gewoon een hele fijne edelsteen. Welke ik je echt wil aanraden is sowieso deze steen. En dit is de Golden Healer, wordt die genoemd. Die ziet er zo uit. Volgens mij heeft de Golden Healer Lemurisch kristal in zich. Durf ik niet met alle 100% zekerheid te zeggen, maar ik dacht dat ik dat laatst gelezen had. Het is dus een meer gelige steen. Ja, bij deze chakra horen natuurlijk ook weer gelig kleurige edelstenen. En deze, nou echt, deze is zo enorm krachtig. Deze edelsteen heeft mij zo enorm geholpen om mijn trauma's een plekje te geven. Om mijn angsten daarmee om te gaan en in de ogen te durven kijken. Deze steen, als ik het heb over persoonlijke groei en welke edelsteen mij daar dan het meeste bij heeft geholpen / heeft bij ondersteund, dan is dat toch wel de Golden Healer voor mij. Echt een hele fijne steen. En dit, zoals je ziet, zit er geen hangertje, geen oogje aan. Deze draag ik gewoon heel vaak bij me in mijn broekzak. Ja, echt, ik zou zeggen, schaf hem aan, want het is echt een machtige, mooie, krachtige steen die je echt kan helpen. In ieder geval, mij heeft die geholpen. Dus ook hier en weer, kijk voor jezelf natuurlijk of jij je ertoe aangetrokken voelt of niet. En dat is voor ieder apart, zeg maar. Hier heb ik een... Ik heb hem gekocht als citrien, maar ik durf het dus niet zeker te zeggen of het daadwerkelijk ook een citrien is. Heel veel edelstenen die ook maar een beetje gelig zijn, worden verkocht als citrien. Ik zie dat de belichting een beetje vervelend is. Zo zie je hem beter. Citrine is over het algemeen niet geel. Heeft heel weinig geel in zich. Heeft een heel licht gele pigment in zich, zeg maar. Welke ook vaak aangeraden wordt voor de zonnevlechtchakra is de zonnesteen natuurlijk.
Dit is echt ook weer een prachtige steen. Ik weet niet of die tot zijn recht komt, maar er zit een hele mooie shimmer in, zoals je al een beetje ziet. Ja, dit is gewoon ook weer een hele krachtige steen. Heeft echt die zonne-energie, die hele fijne, warme energie draagt die in zich. En verder heb ik hier nog tijgeroog. Er zijn nog veel meer edelstenen natuurlijk die je zou kunnen gebruiken wanneer je je zonnevlechtchakra wilt activeren of stimuleren. Google eens gewoon op edelstenen en zonnevlechtchakra. Dan kom je er ook achter. Ik laat vooral de edelstenen aan je zien die ik in huis heb. Dit is dan een tijgeroog. Ik weet niet zeker of deze echt is. Ik heb hem namelijk een keer gekocht, geloof ik, bij AliExpress. En ja, als de edelstenen uit China komen, dan is het altijd maar net de vraag of ze echt zijn. Dan maken ze namelijk heel veel edelstenen ook na. Dit is sowieso een echt tijgeroog. Ja, weet je, die andere, hij is bijna niet te onderscheiden. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat hij wel echt is. Tijgeroog heeft gewoon altijd een beetje ook weer zo'n shimmer erin. En dit is echt, als het gaat over zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, is tijgeroog echt een hele goede steen ervoor. Zet je echt weer op je plek, zeg maar. En zorg ervoor dat jij bij die energie komt van, hey, ja, je bent het waard en je kunt echt wel iets neerzetten. Jij geeft jou echt het vertrouwen en echt een beetje die mannelijke kracht voel ik toch wel bij de tijgeroog erin. Om jezelf neer te zetten. Goed, ik heb weer heel veel gekletst al over deze chakra. We gaan door naar de meditatie. Dus je mag wederom weer een plekje voor jezelf uit gaan zoeken. Het gaan kiezen. Een plekje waar je niet gestoord wordt. Waar je lekker kunt gaan liggen of zitten. En dan ga ik weer de meditatie uit het boek Chakra Kracht van Lisa Erickson voorlezen voor je. Je mag je ogen sluiten en even een paar keer diep in- en uitademhalen. En dit zorgt ervoor dat je wat meer ontspannen voelt en wat meer in je lichaam keert. Ga goed zitten en leg je handen net boven je navel. Haal een paar keer diep adem om je te centreren en focus daarbij op de ademhaling en op het opbollen van je buik onder je handen. Als een ballon die elke keer als je ademt uitzet en weer inkrimpt. Je mag je handen op je buik laten liggen, maar je mag ze ook in je schoot leggen. Maar net wat jij prettig vindt. Visualiseer nu een helder gele vlam net boven je navel. Als een grote vlam van een kaars, die warm en helder glanst. Je kunt ook gebruik maken van een brandende kaars. En wanneer je dit doet, houd dan je ogen open en kijk in deze vlam. Waarbij je je voorstelt dat deze weerspiegeld wordt onder je eigen navel.
adem een aantal keer naar deze vlam toe. Voel dat je buik steeds omhoog komt en weer daalt terwijl je ademt. En stel je voor dat je met je adem deze vlam van brandstof voorziet, waardoor deze langzaam steeds helderder wordt en warmte verspreidt door jouw lichaam. Wanneer je op dit moment last hebt van twijfel aan jezelf of van onzekerheden, denk daar dan even kort aan en stel je dit voor als een donkere materie in je buik. En stel je nu voor dat je met de vlam in je buik deze materie aansteekt en dat er alleen as overblijft. Die vervolgens volledig verdwijnt. En doe dit voor elke twijfel of onzekerheid waaraan je werkt. Wat je nu mag doen is terugdenken aan je momenten van succes of andere herinneringen waarin jij hebt gevoeld of ervaren dat je heel erg veel zelfvertrouwen had, wilskracht had, succes had, bijvoorbeeld iets waar je trots op was. Herinner je deze gevoelens en stel je voor dat ze de vlam in je buik voeden en ervoor zorgen dat die verandert in een vuur dat helderder gaat branden en warmer wordt. En voel deze warmte door heel jouw lichaam stromen. Verfijn het gevoel dat dit vuur het centrum is van je zelfvertrouwen. Dat je in golven uitstraalt. Verfijn het gevoel van een soort laserfocus en doorzettingsvermogen. En omdat dit een gecentreerde energie is, ervaren sommige mensen dat het echt helpt wanneer ze hun handen tot vuisten ballen. Om dit gevoel van kracht, focus en gecentreerd zijn te voeden. Dus probeer het maar eens. Bal je vuisten en voel de energie, voel de kracht. Voel jouw levensenergie door jouw lichaam heen stromen. Voel het zelfvertrouwen dat je er mag zijn. Stel je vervolgens voor dat je dit vertrouwen, deze kracht, deze warmte in alle richtingen uitstraalt. Je bevindt je in een bol van oranje-geel licht.
dat naar alle kanten uitstraalt. En gecentreerd is in het vuur in je buik. Het vuur vult jouw hele lichaam dus met warmte, met doorzettingsvermogen, met kracht, wilskracht, met trots, zelfvertrouwen. En dit reikt nog verder dan jouw lichaam. Deze warmte en deze kracht straal jij uit. Voel deze warmte en kracht en spreek de affirmaties na mij uit. Ik ben krachtig. Ik heb vertrouwen. Ik ben gestructureerd. Ik ben gefocust. Ik heb doorzettingsvermogen. Ik ben gecentreerd. Dit gaan we nog 2 keer doen. Ik ben krachtig. Ik heb zelfvertrouwen. Ik ben gestructureerd. Ik ben gefocust. Ik heb doorzettingsvermogen. Ik ben gecentreerd. De laatste keer. Ik ben krachtig. Ik heb zelfvertrouwen. Ik ben gestructureerd. Ik ben gefocust. Ik heb doorzettingsvermogen. Ik ben gecentreerd. Hou dit beeld nog even vast en dit gevoel wat erbij hoort. En laat dit gevoel door heel jouw lichaam stromen. Laat het iedere cel opvullen. Laat het zich zo groot maken dat je het nog net kan handelen. Maar laat het je hele lichaam voeden. Sla nu deze herinnering op. Maak een foto van jouw gevoel. Sla dit gevoel op. Zodat je hier later terug bij kunt komen. En weet hoe het is om vol zelfvertrouwen te zitten. Vol doorzettingsvermogen te zitten. Vol wilskracht te zitten. Vol energie te zitten en zijn. En wanneer je er klaar voor bent, mag je rustig weer je ogen openen en terugkomen in de wereld. Het kan heel goed zijn dat jij tijdens deze chakra meditatie een gevoel hebt gehad van warmte of tintelingen of... Dit is een hele fysieke chakra namelijk. Het gaat hier echt om een explosie aan energie. En
weet dan ook dat dit er allemaal bij kan horen en dat het helemaal oké is als jij dit zo voelt en ervaart. Dat is het mooie aan deze energie. Ik ga de video weer afsluiten. Ik hoop heel erg dat je weer wat gehad hebt aan deze tips, aan deze meditatie en dat jouw zonnevlechtchakra bij deze is geactiveerd en gestimuleerd. Wil je nou vaker deze energie ervaren? Pas deze meditatie dan ook vaker toe. Want hoe meer jij vertrouwd wordt met deze energie, hoe makkelijker jij hem kan oproepen. En hoe makkelijker je er dus ook mee kunt verbinden en hem kunt inzetten in je dagelijkse leven. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag weer terug volgende week bij een nieuwe video.